Goedenavond. Vandaag hadden we nog wat winterse speldenprikken. Buien die overtrokken, met name in het westen van het land. Als je dan van die witte valstrepen ziet, dan is dat een teken dat het vaak wat sneeuw of hagel is. En op andere plekken was het net iets te warm, daarvoor was het regen. Maar ja, er is gisteren al wat sneeuw gevallen. De sneeuwklokjes prikken er prachtig doorheen. Maar u ziet de zon op de sneeuw schijnen. Dat betekent dat de bovenlucht aan het opklaren is. Het is prachtig drogend weer. En dat betekent dat vanuit die hoek ook drogere lucht gaat aankomen. Nou, op de satellietfoto zien we de aanvoerlichting op wat grotere hoogte. Nog steeds wolkenvelden. Die komen vanuit het noordoosten het land binnen. De buitjes zijn inmiddels verdwenen. Die zitten vooral boven zee. Hoewel uit die laatste wolkenvelden de radarbeelden ook laten zien dat er mogelijk een heel enkel spatje uitvalt. Hier ziet het tevoorschijn komen. Ik weet niet of het de grond bereikt, maar het begint nu wel geleidelijk aan af te koelen. En als het echt helder gaat worden, dan gaat die temperatuur flink onderuit. Dat gebeurt in de loop van de nacht. Dan wordt het overal helder, dan gaat het overal vriezen. En het koudst wordt daar waar nog een klein beetje sneeuw ligt. Misschien wel -6, -7. En meer mogelijk her en der een mistbankje. Maar dat is een grondmistbank. Dus morgenochtend autoruiten krabben her en der. Ik zou ook wat handschoenen aandoen, sjaals en mutsen op. Want het duurt heel lang voordat de temperatuur boven nul uitkomt. Uiteindelijk maximumtemperaturen tussen de 3 en de 5 graden. Maar daarna gaat het 's avonds weer een heel rap tempo naar beneden toe. En dan gaat het de nacht naar woensdag gewoon nog harder vriezen. Later deze week wordt het zachter. Krijgen we ook meer bewolking en weer regen. Fijne avond.